Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Waar Gaan Onze Beste. Vandaag zijn we terug met een nieuwe aflevering van Rocket League. 3 tegen 3. En kijk, deze video's worden allemaal, of tenminste, deze is nogal recent. Maar de komende video's van de komende week worden allemaal vooraf opgenomen, aangezien ik straks en vaker ga werken en met vakantie ga. Dus sorry als ik niet reageer of ik de gameplay niet helemaal accuraat bij de tijd, snap je? Dus als er een update is geweest en bij mij in mijn video nog niet is, dan heeft dat daarmee te maken. Maar als je er nou vaak wilt zien, abonneer, reageren, like zeker deze video. En ik wil iedereen nog steeds bedanken voor het abonneren. We hebben de 2300 subs tegenwoordig. Kom maar, we gaan naar 3000. 2300 subs tegenwoordig. Kanaal. Wel even. Stop sneak peek. 2290 subs. Daar ben ik iedereen hartstikke dankbaar voor. Dat we zoveel abonnees hebben kunnen halen. Ja, daar ben ik gewoon iedereen heel erg dankbaar voor. En de lijnen kloppen straks niet helemaal meer, want eigenlijk zit deze week een random game komen naar de Rocket League, omdat en zo gaat het een beetje verwarrend worden de komende weken. Ja, we proberen wel enigszins aan het schema te houden, maar er komen gewoon heel veel extra ook heel veel leuke games heb gekregen. En ik zou zeker abonneren om die games te kunnen zien. Zoals bijvoorbeeld van game of van het liedje Crab Rave. Dus is een game uitgekomen, Kings of Crabs. Komt waarschijnlijk. Ik heb ook Atlas gekregen. Dus die van de makers van Ark. Dus dat gaan we ook proberen. Dus als je dat allemaal wilt zien, abonneer zeker. En dan gaan we dat binnenkort ook heel snel spelen. En nu staan we al 2-0 achter, maar we gaan even dat wel. We gaan dat even gewoon lekker omzetten. Naar een zeer zekere win. Zo. En dit doe ik niet goed, maar. Oké, hij beukt hem netjes weg. En ik ga er gewoon achteraan en hoppakee. Hij komt netjes voor, alleen afwerkend gezien heeft dit team gewoon niks. Zo, alsjeblieft. 1-0, 1-2, mensen, we maken een combo. Daar gaat het om. Nice, kom skip. Zo. Die heb ik. Nice. Oké. Nee. Ik raakte hem nog. En doelpunt, nee, ook niet. Hopelijk heb ik een team. Ja, dit is ook weer broken. Oké, al wel. Nee, die aangeeft je internet broken is. Wel, het niet broken is. Altijd leuk. Ja, stop eens met dat scheid. Doe, want ik heb gewoon internet. Like. Internetkabel werkt gewoon altijd. Zo klaar. Dus afhankelijk is net als altijd weer gewoon zijn cyclus met internet. Het moet altijd weer opgeliek zijn, hè? Ik zie het dan. Dan niet. Hier een voorzet. Op maat. En iedereen staat af te wachten. Like, what the fuck the team heb ik? Als we allemaal staan af te wachten. Zo.
Ja, schieten. Goed zo. Zo. Ik heb een blok gezet. Maar hij zegt sorry daarvoor. Wat is dit? Ik raak amper iets en ik hoor wel dat je gelanceerd. Ja, schiet hem dan. Jezus. Ik moet ook echt alles zelf doen, hè? Ja, echt gewoon niet alles zelf doen. Heel die aanval zelf doen, omdat het gewoon met iemand gewoon te ruk is. Om iets oncapabel is om iets uit te voeren. Like, er zijn al 2 of 3 kansen in de potje geweest dat ze konden scoren en ze missen. Maar we gaan door naar het tweede potje. Het tweede potje van vandaag, hopelijk gaan we het tweede potje beter knallen. Maar als ik het zo zie, heb ik 2... Ja, flikker gewoon mee, servers. Hier kan ik ze zo chagrijnig van worden. Like, als het game hapert door gewoon fucking server. Dat er nog even 2 mensen moesten joinen, ja, flikker erop. En ook als ik hem wegtrap, dat hij gewoon even nog binnenkant lat ging knalt. Ja, echt. Het zijn gewoon van die frustratie, gewoon een haat-liefde relatie. Oh ja, en nou raak ik hem en nou gaat hij buitenkant. Oh ja, echt. Dan heb je echt zo'n haat-liefde relatie met deze game. Zo. Schiet hem. We wachten veel en veel en veel te lang. Zo. Zo. Alsjeblieft. Natuurlijk. Ja, een mooi schot. Ja, ik schiet tenminste iets. Zo. Ah, lekker nog cool. Hey, boeien goed. Like, ik probeer hem nog weg te werken, maar ja, hey. Woeps, niks woeps, gij... Ja kijk, het is ook gewoon het probleem. Gekke Rus, ik heb hem. Oké. Nou, niet de tweede instantie. En ik kan hem alweer verdedigen. Want, oh ja, wordt hij boos. Hey, boeien. Boeien. En wat doet hij? Mijn teammate bloekt mij, waardoor hij mijn kans heeft ontnomen te scoren. Echt, van dan ben je toch weer een zo'n... Echt een eerste klas sukkel. Ik was het niveau van Rocket League heen gegaan. Zo komt hij zeker. Godje mijn. Meer mensen weer tijd om te gamen en dan heb je allemaal van die kneuzen online. Jongen, jongen, jongen. Zo. Afgelopen een keer. Eindelijk. Nou, kom we enigszins terug. Verdedigen, nee. Gewoon verdediging of aanval is de verdediging, dus like zo. Eindelijk, hij doet iets goed en dan word ik weggebeukt en dan gooi hem lekker in het doel bijna en dan word ik weer invliegen, anders ben je weer rechtstreeks naar het doel gaan. Nou heb ik hem enigszins weg kunnen werken, maar naar voren kunnen werken. Ja, hey, doei. Wat? Gaat die onder mijn door? Wat is dat voor onzin? Oké. Maak hem nou ook af. Of geef hem goed voor. En waar doet hij niet? Ja, dit was iets te hard, maar... It happens. Ja, hey, stop met beuken. Lul. Ja, je kunt hem op de lucht in schieten, maar... Oké.
En ik word weer gebeukt. Nice. En weer gebeukt. Nog een keer. En hij nakt voor een boost. Ook leuk. En ja, die gaat zitten. Oh, ze zijn allemaal zulke van die neuzen. Die niet kunnen, geen Rocket League kunnen spelen. Ik ga echt gewoon op een gemakje rond. Was er nog? Ja, dat was gewoon een slechte timing, maar... Wat? Hoe de hel was dat niet goed? Ja, hey, Rocket League triggert zich weer te snel. Ja, dankjewel voor de boost. Ja, tuurlijk. Tuurlijk Rocket League. Tuurlijk, maar is het weer zo'n onzin dat hij precies via mij weer terug naar het pool gaat. Als ik terug probeer te komen om fucking te verdedigen, omdat het fucking de rest van de helemaal niks voor doet. Echt, het is gewoon één fucking broken game. En misschien nog zelfs nog brokener dan de vorige. Ja, hey, schiet me weer naar Tokyo. Ja, hey, dat was een keer niet. Ja, hey, noob! Eindelijk, hij raakt hem. Zo. Nou, nog eentje en dan staan we gelijk. Dat te hopen. Dus... Nou. En... Oh. Ja. Nice. Ook lekker soepel. Nee. Gast! Fucking goed. Waar de fuck ik heb mee bezig te zijn? Hoe de hel heeft... Ja, natuurlijk. Weer verloren omdat ik zo'n oude slecht team krijg. Krijg ik zelfs hetzelfde oude slecht team. Nou, we gaan door, gelijk door naar het laatste potje van vandaag. Yo mensen, welkom bij het laatste potje van vandaag. Ik heb nog steeds die koude kut. Jezus. Ik heb één nog van die. En we moeten wel tegen nieuwe tegenstanders, dus dat is altijd positief. Zo. Alsjeblieft. En natuurlijk zit hij niet, maar... Ja, hey, wat kan ik anders? Wat kan ik anders? Ik boost helemaal niks. Hier. Ik denk wat ik kon doen is zo'n beetje 7, maar... Het is niet dat ik kouder had om hem weg te kunnen yeeten. Maar hopelijk is het met gaan we nou een keer... zich gewoon zorgen dat ze wel Rocket League kunnen spelen. Denk, dat ze ineens het licht zien. Zo van, en dan gewoon echt goed zijn. Waarschijnlijk niet, maar... Had altijd wat voor te openen. Nou, die rolt voorbij gelukkig. Zeg, die komt nog een keer naar voren, maar... En ja... Wat moet ik hier tegen doen? Wacht op het juiste moment, denk ik. Ja, hey, dit vind ik zo lucky. Hij raakt amper die paal en hij schiet erin. Ja, echt Rocket League. Dit laat gewoon zien dat de game broken is. Kijk, het was gewoon paal, dus hij had gewoon... Letsen. Zo. Ja, daar. Wat is dit voor scheibal? Zeg ik, ik ga voor de zekerheid omhoog, want ik zie het al gebeuren dat hij gewoon op die manier gewoon vliegt. Ja, echt, wat dan ben je ook weer zo'n poesie van. Ja, ik ga je lekker beuken.
Zo. Ik denk dat ik gewoon overheen moet springen, anders mijn teammate te raken. Dat is gewoon een... Weet je hoe dramatisch dat is? Die gewoon de hele tijd in mijn line-up gaat rijden. Ja, geef hem dan voor of niet. Zoals ik weet. Het zal eens een keer anders zijn, hè. Ik wil het zo raken maar een keer. Raak het maar een keer. Zo. AUB. Zo. Dan moet ik het weer doen, hè. Zie wel. Vet nog uitgespeeld. Nu nog eentje, nog een doelpunt erbij en dan een beetje de... gewoon de defensie op slot gooien. Dan weet ik zeker dat niks gebeurt. Met dit team. Kijk, dat moet ook wel. Als op slot gooien. Ja, en het doelpunt. Ah, toch niet. We zuimen het. Ze verzuimen het. Ja, die gaat veel en veel stootje. Ja, als je ze telkens zo hoog knalt, dan kan niemand iets mee. Wat ik persoonlijk niet erg vind, want het is aan hun kant. Gewoon voor ons voordeliger, maar... Ja, hey, word ik weer in de fucking lucht gehit. Ergens flikkert nog op. Ja, beuk gewoon weg. Die shit. Gewoon wegwerken die handen, want... Ik merk al wel dat het waarschijnlijk niet meer gaat worden. Nee, niet... Ja, nak mijn boost, terwijl ik hier de betere ben. Of ja, de betere, de beste. Goed zo, Rocket League. Die servers. Ja. Echt, Rocket League heeft zo'n... Directe service. Oh, en we hebben gewonnen door een overgave. Goed. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Rocket League. Laat ze alsnog kunnen winnen door een overgave. Hé, hey, ik vind het niet erg. Ik was gewoon een betere. Maar als je dan een vraag wilt, abonneer, reageer, like, zeker niet veel. Kijk, abonneer zeker op mijn kanaal, want er komen de komende 6 weken echt toffe video's aan. En dan zie ik bij de volgende aflevering van Rocket League of iets anders. Bye.